bankbiljetten door Leslie Darben. Nederlandse bewerking Rob Gerards. Hoeveel wilt u het hebben, meneer March? 10 van 5 pond en de rest in pondsbiljetten. En graag 1 pond klein. 10 van 5. En 1 pond in specie. Alsjeblieft. Hmm. En dit zijn er dan 19 van 1 pond. In orde, meneer March. Ja, dank u. Oh ja, dat zou ik haast vergeten. De chef wou u graag even hebben als u kwam. Een ogenblikje. Meneer Memmerich, hier is meneer March. Ja, ik kom. Loopt u even mee op, meneer March? Iets bijzonders, Ronald? Nee, ik wou alleen maar even weten of alles klopt. Dat zou niet kloppen. Ik heb een afspraak gehouden, dus de zaak marcheert. Mooi, mooi. Ja, je weet, ik ben nou helemaal een jantje precies. Jij bent een zenuwknoop, Ronald. Dank je wel. Ja, ja, ik bedoel het niet kwaad, dat weet je wel. Maar jij schept problemen waar ze niet zijn. Ja, dat schijnt nou eenmaal allemaal vast te zitten. Ja, nou, het is bijna sluitingstijd. Ik stap maar op. Hallo, Aaron. Wat is jouw tas? De King's Arms loopt nog altijd goed. Alleen jou heb ik de laatste tijd niet gezien, Jeffrey. Die minuutjes van jou, die zijn me net iets te gepikt. Zorg ik er soms niet altijd voor dat je prima bediend wordt? En ik vergeet toch wel eens wat op je rekening te zetten ook. Oh, dat doe jij alleen in de hoop nog eens een lening van me los te krijgen. Nou ja, zeg, nou moet je me toch... Je bent laat vandaag, we moeten sluiten. Ja, ja, nou, dat gauw dan, hè? Sluiten, meneer Johnson. Dan zullen we de zaak maar meteen afwerken. Is de gepantserde wagen er al? Ja, in de luchtsluis. Hij wacht tot we dicht zijn. Heb je alles nauwkeurig gecontroleerd? Allicht, wat dacht je dan? Nou, geef me maar niet op. Dat is net behoorlijk, zeg, verantwoordelijkheid. Voor mij niet soms. Zo, hier zijn ze. Even kijken. 20 pakjes van 1000. Behoorlijk verzegeld. Ik verbaas me er altijd weer over hoeveel biljetten in 3 maanden tijd uit de circulatie moeten. Ja, inderdaad. Zou je zeker niet spijten, hè, als we dit zakje kwijt zijn. Ach, het zal een pak van mijn hart zijn, zoals elke keer opnieuw. Zo, maak de deuren dan maar open. Dag, meneer Dembridge. Sam, Joe, kom binnen. Kom op met de lorry, Joe. Ja. 20.000 zijn er dit kwartaal. Wil je geloven, meneer, dat mijn hartbloed de verdiener naar de verbranding over moeten brengen? Ja, ze kunnen ze beter aan ons geven. Ja. Wij vinden het niet erg, hoor, dat ze auto beschadigd zijn. Oh, dat schiet hem al, anders raak je tijdschema in de wacht. En controleer het aantal. Ja, kijk eens, dat zijn er 10. 18, 29. Ja, klopt, dat is een bus. Ja. Zelfs niet eentje verdonken hem haalt. Hier is het ontvangstbewijs. Zo, kunt u tenminste weer opgelucht ademhalen, meneer Webrits? Ja, dat is me niet onwelkom na een hele week. Maar echt opgelucht ben ik pas als ze verbrand zijn. Ja, de verantwoordelijkheid rust anders nou bij ons, meneer. Maar jullie kennen meneer Memmerich nu zo langzamerhand toch genoeg om te weten dat hij alle zorgen van de Citibank op zijn schouders plaatst. Fijn dat jullie het leuk vinden. Ah, doe nou, Memmerich, je kunt nog wat tegen een grapje. Nou, opschieten, mannen. En bedankt wel. Ja, meneer. Ga je nog even mee naar mijn kantoor? Waarom? Ik wou nog even met je praten. Waarover? Ik wou nog even onder 4 ogen met je praten. Hier zijn te veel oren die meeluisteren. Het is weer zover, Ruth. Wacht maar even, dan zal je het horen. Elke keer als de wagen met de afgekeurde bankbiljetten weg is, krijgen ze met z'n tweeën aan de stok. Alsjeblieft. Ik denk dat het de spanning is die ze moeten afreageren. Het is ook een hele verantwoordelijkheid. Bembridge blijft er nog eens in, die zenuwbeest. Nou, voor mij mag ik. Krijg ik eindelijk eens de kans om chef te worden. Schaam je om zoiets te zeggen. Wat heb ik hier voor kansen? Ik zou liefst morgen weggaan en in zaken gaan. Ga je tenminste geld verdienen? Oh, om in zaken te gaan moet je beginkapitaal hebben. Waar haal je dat vandaan? Maak je maar niet bezorgd. Ik heb een paar dingen in het vet liggen. Stuk, trap je Bembridge. Lieve Wotum, meneer Holden heeft je nodig om op te nemen. Ja, meneer Bembridge, ik ga. Hier is mijn show, is mijn show, een melody. Als ik het gezang van jou nog 15 maal moet aanhoren, dan kunnen ze me meteen opslaan. Ik heb nou eenmaal een opgewekt gemoed, jongetje. Ja, ik op hals ook voor zover het uit jouw mond komt. Ja, ja. Hey, Sim, wat? Kijk daar eens. Huh?
Huh? Die twee vrachtauto's. Huh? Is die ene aan het inhalen, of komen ze wat twee kanten op ons af? Die komen op ons af. Tomme. Dat is een overval. Wat moet ik doen? Met vol gas recht op zien. Dan wijken ze wel uit. Ja, ze drijven mij daar helemaal af. Die zit wel een meter of 20 diep. Ja, kun je stoppen en keren? Nee, er is geen tijd meer voor. Nou, daar recht op zien. Dan ben je stapel. Je scheert wel even niet voor het geld van de bank. Ja, ik heb hier de leiding, Joe. Ja, dan wel recht op zien, maar als ik nu aangelegd ben, voor mij mag jij de helft spelen, maar ik wou graag thuis met mijn moeder en kinderen. Probeer een spoel hier over te printen. Eruit, jongens. Dat was een beetje. Ja, goed. Neemt u mee, Fred, de huis in de gaten en dan blaas ik de deur op. Maak jij nooit dat je wegkomt? Zo, dat zit. Naar de lont. Bukken jullie daar. En dan gaat hij dan. U spreekt met inspecteur Ames. Oh, ja, natuurlijk moeten we tot resultaten komen, commissaris. Maar het is gisteren pas gebeurd. En het ligt niet zo gemakkelijk, ziet u. Het was allemaal grondig voorbereid. Ja, zeker. We zijn bezig dat te onderzoeken. Zeker, commissaris. Dank u. Tot ziens. Ik denk dat we toveren kunnen. Kom binnen, brigadier. Nieuws? Scotland Yard bemoeit zich met de zaak, inspecteur. Ja, dan zijn ze er wel ongewoon vlug bij, Bamber. Maar het was te verwachten. We hebben hier de organisatie niet om na te gaan of de bankbiljetten worden uitgegeven. Volgens de Yard wist niemand wat de route van het transport zou zijn. Het hoofdbureau evenmin als de districtbureaus. Ja, dat zei Holden, de directeur van de bank ook al. Daarom geloof ik vast en zeker dat het van binnenuit georganiseerd werd. Dat hoeft niet, inspecteur. Er zijn maar vier routes die in aanmerking komen. Die hebben ze alle vier in de gaten kunnen houden, misschien wel een jaar lang. Dan wisten ze welke routes vorige keer genomen zijn. Ja, daar heb ik ook wel aan gedacht. Maar het was heel wat eenvoudiger voor ze om een waarnemer bij de bank neer te zetten die die lui in de vrachtwagens door middel van een mobilofoon een seintje gaf toen de panzerauto vertrok en die ze vertelde welke route hij nam. Er was nooit een vaste dag voor het transportinspecteur. Zo'n waarnemer in zijn auto zou zeker in de gaten gelopen zijn. Daarom geloof ik ook dat het van binnenuit georganiseerd is. Maar het was vakwerk, inspecteur. Geen geknoei van amateurs. Dan hebben ze hulp van buitenaf gehad. En van wie? Ik zie hier in Townsend de zware jongens niet die zoiets kunnen opknappen. Nee, ik ook niet, Bamber. En daarom is het volgens mij helemaal van binnenuit klaargestoomd. Zonder hulp van buiten. Dat is een feeling, Bamber. Een instinct. Dat krijg je na zoveel jaren. Als jij net zo lang in het vak zit als ik, krijg jij dat ook. Maar als ik het zeggen mag, inspecteur, feeling is geen bewijs. Nee, het is een gok. Maar met een grote kans op winst. Ik zal je nog eens wat vertellen. Iemand maakt heel gauw een fout. Dat is geen gok, inspecteur. Dat lijkt me logisch. Laten we maar zorgen dat we erbij zijn als die fout maakt. Net voor je binnenkwam kreeg ik een telefoontje van de hoofdcommissaris. Hij wil bloed zien. Nou, dat was het weer niet, meneer. Nee. 50 pond op roundtable en de volgende race. Winnen opgeplaatst. Winnen? Is geboekt, meneer. U probeert de schade in te halen, hè? Ik heb ook genoeg verloren. Ja, dat zit u niet mee. Maar hopelijk hebt u nou geluk. Dan speel ik tenminste kiet. Het doet me een genoegen dat u uw rekening hebt kunnen betalen, meneer Marks. Ik begon me een beetje ongerust te maken. Ben u dan nooit in gebreken gebleven? Nee, maar het was nogal opgelopen. Nou ja, je kunt niet altijd over contant geld beschikken. Maar ik ben er nog steeds goed voor, meneer Gregson. Dat neem ik graag aan. Maar ik heb ook mijn verplichtingen. Dus wou ik graag dat u het voortaan beneden de 100 pond. Ja, binnen. Neem me niet kwalijk dat ik u steun, meneer Gregson, maar het is belangrijk. Nou, wilt u me wel excuseren, meneer Marks? Natuurlijk, tot ziens. Aan? Ja, ik heb een vent aan de balie die regelmatig hier komt, meneer. En meestal zo 10 shilling inzet. Maar nou is hij al een 300 pond kwijt. En is dat onze zorg? Nou, anders niet, baas. Maar ik heb vergeten u te zeggen dat de politie vanmorgen langs is geweest om te vragen of het in de gaten wilde houden als de klanten meer verkochten dan normaal. Zo. En als we die vent dan aangeven in een bereikkoosje te zijn, dan zijn we een klant kwijt die contant betaalt. Ja, maar het zit vast niet snor, baas. Nou, vooruit dan maar. Dan zullen we deze keer de wet maar eens een pleziertje doen, hè? Doe nou, Evans. Je had 300 verloren en je had nog 200 op zak toen we je inpikten. Heb jij ooit eerder 500 pond bij elkaar gezien? Ik heb vorige week gewonnen, bij de rennen. Lijkt me twijfelachtig, Tommy. Je moet me niet kwalijk nemen dat ik een beetje wantrouwend ben.
Maar je hebt nog eenmaal geen smetteloos leven geleid. Van je 36 jaar heb je er minstens 14 op staatskosten doorgebracht. Een paar vergissingen, je bent voor je leven lang getekend. Maar u hebt geen recht om mij te arresteren. Dat doe ik ook niet. Ik wou alleen maar even met je praten. Ik heb geen bewijzen tegen je, dus je kan direct weer rustig wegwandelen. Maar we schaduwen je wel. Elke minuut van de dag, Tommy. Daar moet je rekening mee houden. Dan zou ik nou eerst maar eens wat gaan eten. Goed, inspecteur. Waar dacht jij naartoe te gaan, Evans? Naar huis, als u dat goed vindt. Ik ben bang dat jij je huis de eerste 10 jaar niet terugziet. Iets gevonden, brigadier? Telefoontje van het lab, inspecteur. De bankbiljetten die Evans uitgegeven heeft en bij zich droeg zijn vals. Oeh. Dan zou ik maar weer gaan zitten, Tommy. Zo, zo. Ben jij op dat terrein begonnen? Ik begrijp u niet. De brigadier heeft gelijk. Op het uitgeven van valse bankbiljetten staat zo'n 10 jaar. Valse bankbiljetten? Waar heb ik nog nooit iets mee te maken gehad? Dat is zeker een geintje, hè? Met zulke ernstige dingen maken wij nooit geintjes, Tommy. Maar je kan het jezelf wel gemakkelijker maken door ons te vertellen waar we de clichés en de matrijzen kunnen vinden. En wie er nog meer bij betrokken zijn. Maar dat geld kan niet vals zijn. Dat is onmogelijk. Ja, tenminste. Nee. Ik zeg niks meer. Heel goed. Dan word je aangeklaagd wegens het in bezit hebben en uitgeven van vals bankpapier. En op grond van je verleden zal ik de maximumstraf voor je adviseren. Ja, wacht eens even, inspecteur. Is dat geld werkelijk vals? Alle mensen, kerel, ja, dat hoor je toch. Dan hebben ze me bedonderd. Dan hebben ze me bedonderd. Dan hebben ze me ander geld gegeven. Zou jij iets duidelijker willen zijn? En spaar je kameraden maar niet, ze zouden het jou ook niet doen. Goed dan. Ik heb meegedaan met die overval op die auto van de bank gisteren. En dat geld van mij was een deel van de buit. Nou, dat dacht ik tenminste. Dan hebben ze je een vuile streek geleverd, Tommy. Ze hebben je vals bankpapier gegeven in de hoop dat je gepikt zou worden. Ik kreeg alleen maar die 500. Meer niet. Later zou ik nog 500 krijgen. Vertel ons dan maar wie je dat geleverd hebben. De man achter de schermen is Edward Seville. U zult wel eens van hem gehoord hebben. Hij is een van die grote jongens in Londen. Is me bekend. Je had gelijk, Bamber, dat er een eerste klas vakman achter moest zitten. Hij woont in St. Lucas Road nummer 54. Daar is al het geld. En de anderen? Fred Slade, Wally Bowser, Joe Good. Ja, we waren met ons vijven. En wie van de bank heeft jullie getipt wanneer het transport zou plaatsvinden? En welke route genomen zou worden? Niemand. Nee, echt niet. Seville is er 9 maanden mee bezig geweest. Er waren maar 4 routes mogelijk die de surfers achterin volgens gebruikten. Nadat Seville 3 transporten had gecontroleerd, wist hij vrij zeker welke route ze nou zouden nemen. Handig gedaan, vindt u ook niet, inspecteur? Die grijns van je bevalt me niet, brigadier. Oh, ik grijns niet, inspecteur. Dat is alleen maar een feeling van u. Ik heb 3 mannen naar de achterkant van het huis van Seville gestuurd, inspecteur. Goed. Ik hoop niet dat Evans ons erin heeft laten lopen. Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Je kan het toch niet weten? Het is een andere knul. Stel dat hij zijn kameraden de kans wil geven de benen te nemen terwijl wij hier achter Seville aan zitten. Hij kan ze nu toch geen centje meer geven? Indirect wel. Hij kan voor een bepaald uur met ze hebben afgesproken. Als hij niet verschijnt, begrijpen ze dat er iets aan de hand is en verdwijnen ze. Dat zou toch kunnen, niet? Laten we er dan maar meteen op afgaan. Niet bellen, Bamber. We vallen met de deur in huis. Klaar? Daar gaat hij dan. Dag, inspecteur. Meneer Holden verwacht u als u me volgen wilt. Dank u. Dat mooi succes dat u de hele bende zo gauw hebt opgerold. Ja, zeker. Maar daarvoor zult u zeker een pluim krijgen van het hoofdbureau. Mogelijk. Inspecteur Eames en brigadier Bamber, meneer. Komt u binnen, ja. Gaat u zitten. Kopje koffie? Nee, dank u. U hebt reden om uzelf geluk te wensen, inspecteur. Toch niet. Niet?
Mijn hoofdkantoor heeft anders contact gehad met uw hoofdcommissaris. Er schijnt zelfs sprake te zijn van een beloning. Jammer genoeg waren alle bankbiljetten in uw gepantserde wagen vals, meneer Holden. Vals? Vals, zegt u? Vals. Maar dat is onzinnig. Hoe kan dat? Dat is ons probleem. We zouden er nooit achter gekomen zijn zonder die overval. Die valse bankbiljetten waren dan eenvoudig verbrand. En de afgekeurde? Enfin, dat gaan we onderzoeken. Wie had de laatste controle voor de pakketten in de wagen gingen? Ikzelf. Mijn procuratiehouder was erbij. Dat is de gewoonte bij de bank. De een controleert altijd de ander. Dan zullen we straks een woordje wisselen met uw procuratiehouder, meneer Bembridge. Hij staat boven elke verdenking, inspecteur. Hij werkt al jaren bij ons. Ik vertrouw hem onvoorwaardelijk. Wie bundelt de biljetten? De bediende. Onder toezicht van mij of van meneer Bembridge natuurlijk. Als die biljetten door uw handen waren gegaan, zou u ze dan meteen als vals hebben herkend? Dat hangt er vanaf. Hebt u ze meteen als zodanig herkend? Nee, het zijn bijzonder knappe vervalsingen. Het rapport van het lab wees dat uit. Hier is een eerste klas vakman aan het werk geweest. Dan kan het zijn dat ik ze, ondanks mijn routine, niet direct als vals herkend zou hebben. Maar u zou toch wel gezien hebben dat het geen oude afgekeurde biljetten waren. Ja, inderdaad. Maar waarom al die moeite? Als het hier was gebeurd, hadden ze net zo goed krantenpapier in de pakketten kunnen stoppen. Dat zouden we bij de laatste controle ook niet hebben gemerkt. We hebben toen uiteraard voornamelijk op de verzegeling gelet. Degenen die de biljetten verwisselden hebben geen risico genomen, meneer Holden. Ze hebben er rekening mee gehouden dat bij de verbranding de pakketten waarschijnlijk openspringen en de inhoud dan controleerbaar wordt. Ik sta in voor elk lid van mijn staf, inspecteur. Zulke doortrapte jongens zitten er werkelijk niet om. De mannen van de gepantserde wagen, hebt u daaraan gedacht? Zij kunnen de pakketten verwisseld hebben. Nee, er is geen verbinding tussen de cabine van de wagen en de laadruimte. Bovendien bevindt zich, zo u weet, in die laadruimte een elektronisch apparaat dat elke stop van de wagen registreert. Het verlaten van de cabine, het omlopen en het verwisselen van de pakketten zou tijd hebben gekost. Wel nu, het apparaat heeft alleen een stop van enkele seconden geregistreerd. Voor een verkeerslicht waarschijnlijk. Ah, juist. Maar als de verwisseling op de bank was gebeurd, waar zijn de afgekeurde biljetten dan gebleven? Nou, ik zou het geld bijvoorbeeld in kleine bedragen van, laten we zeggen, 1000 pond... bij verschillende banken over het hele land deponeren. Maar dacht u nou heus, inspecteur, dat als bij ons een vreemde komt en met 1000 pond een rekening opent, wij geen referenties vragen? Dat hangt er, denk ik, me vanaf hoe hij het voorstelt. Hij kan altijd zeggen dat hij het bedrag bij de renner gewonnen heeft. Dus u bent ervan overtuigd dat de schuldigen hier op de bank zitten? Ik ben nergens van overtuigd, meneer Holden. Ik probeer alleen feiten te combineren. Nou, we zullen u niet langer ophouden. Dan laat ik u even uit. Nee, doet u geen moeite. We vinden onze weg zelf wel. Vraag meneer Bembridge even te komen, brigadier. Jawel, inspecteur. Meneer Holden. U wilt me spreken, inspecteur? Ik kan u echt niet helpen. Ik weet van die hele zaak niks af. Van welke zaak, meneer Bembridge? Nou, van die overval bedoel ik. Dat hebt u toch opgelost? Nog niet helemaal. Vertelt u me eens, meneer Bembridge. Hebt u iets bijzonders opgemerkt toen u die pakjes controleerde voor ze de wagen in ging? Iets bijzonders. Begrijp u niet? Worden ze altijd op dezelfde manier verzegeld? Oh, ja. Dat is een kruisband van dit bruine papier met 3 lakzegels. En een kruislings gaat er een touw omheen dat ook weer verzegeld wordt. Zou u een andere manier van verzegelen direct opgemerkt hebben? Ja, natuurlijk. Net als iedereen op de bank trouwens. Dank u, meneer Bembridge. Dat is alles. Dan hou ik u niet langer van uw werk af. En, Bember, twijfel je er nou nog aan dat het van binnenuit georganiseerd is? Nee, inspecteur. En het is knap voorbereid. Als ze ook maar 1 foutje gemaakt hadden, zou ik misschien nog kunnen geloven in een stel gangsters die de bank binnengedrongen waren, de pakketten verwisseld hadden en weer verdwenen waren. Goed zo, Bember. Ze hebben het foutje niet gemaakt. En daarom was mijn feeling juist. Ik zou het mezelf een paar jaar voor mijn pensionering trouwens nooit vergeven hebben, als mijn feeling niet juist was geweest. Maar nou de vraag, wie? 2, hoogstens 3 zou ik denken, inspecteur. Hoe minder, hoe beter.
Ik heb mijn gedachten eens over Holden en Bemlis laten gaan. Holden heeft ongetwijfeld de capaciteit om een zaakje als dit op poten te zetten, maar... Hij heeft een voorbeeldige staat van dienst in de bankwereld. En hetzelfde geldt voor Bembridge. Bovendien kan ik ze nou niet direct zien als graveurs. Hè? Een paar van de employés dus, die een technische hulp buiten de bank hebben gehad. Maar wie zou zijn hele loopbaan nou in de waagschaal stellen voor misschien 10.000 pond? Nou maak je een fout, Bember. Het is niet waarschijnlijk dat dit de eerste keer was. Wie weet hoe lang dit koetje al gemolken wordt. Om te beginnen dan de kassiers. Die Johnson met zijn rode haar. Hij is eerzuchtig en hij wil een eigen zaak hebben. Mm-hmm. Hij heeft als luitenant in Korea gevochten. En hij was een echte waaghals. Daar ben je dus al achter gekomen. Ga door, Bember. Controleer ze allemaal. Het zal heel gesjouw worden, maar probeer alles over ze aan de weet te komen. Of ze schulden hebben, veel onbetaalde rekeningen, of ze plotseling dingen hebben afbetaald of luxe aankopen deden. Zie niets over het hoofd, want de kleinste kleinigheid... Hier, hoor. Breek dit maar eens op. Dat zou je wel goed doen. Ja, dankjewel. Spijt me dat ik... Ik heb niet zoveel last van zorg, maar af en toe zijn mijn zenuwen volkomen de baas. Je zult je toch echt moeten proberen jezelf wat meer te beheersen. Jij iets drinken, Azen? Geef mij een whisky. Ik wil niet vervelend zijn, Jeffrey, maar het is bij 6:30. We moeten vanavond uit dineren. Hier, je whisky. Ah, we hebben alle tijd. En ik kan Ron echt niet alleen laten in deze toestand. Ron zou eens een poosje met vakantie moeten gaan. Ja, inderdaad. Doe dat. Wat mij betreft kun je morgen gaan. Ik red het wel. En Ellen March dan? Oh ja, dat is waar. Nou, dan ga je naar vrijdag. En de politie? Zou het geen rare indruk maken als ik zo plotseling de benen nam? Ze willen me natuurlijk in de buurt hebben. Schijn er toch uit, Ronald. Ik geloof dat jij te veel naar de televisie kijkt. Jij zou je aandacht eens op iets heel anders moeten concentreren. Op een aardige vrouw bijvoorbeeld. Nee, dankjewel. In elk geval, wij moeten nou weg, Jeffrey. Ja. Gaat het weer een beetje, Ronald? Ja, ik red het wel. Nou, laten we dan alsjeblieft hier weg. Ik heb voor vandaag genoeg van de bank. Waarom zit je nou toch zo in de put, jongen? Je moet je geen kopzorg maken. De politie is nou helemaal verplicht iedereen te verdenken. Ja, natuurlijk. Ja, het is voor ons een beetje laat geworden, Ron. Anders zouden we je eerst naar huis brengen. Maar we moeten net de andere kant op. Oh, dat vind ik niet. Het is wel goed voor me een beetje in de regen te lopen. Veel genoeg. Dank je. En kop op, hoor. Ik denk wel eens, zou het niet goed voor hem zijn als hij weer eens een poosje naar het herstellingsoord ging? Oh, ik geloof het niet. Nee, dat zou geen resultaat hebben. Ze hebben toen tegen hem gezegd dat hij moest leren leven met zijn zenuwen. Hij lijkt me soms dicht aan de zelfmoord toe. Toen nou, Elze. Daar is hier het type toch niet voor. Hopelijk niet. Oh, ik rammel. Sir Jeffrey. Ik geloof dat we gevolgd worden. Kijk maar in de spiegel. Die donkere wagen. Wij zijn rechts en links de hoek omgegaan en hij zit nog steeds achter ons. Oh, wat dan nog? De politie waarschijnlijk. Ze zullen iedereen van de bank in het oog houden. Het zal dan wel een schok voor ze zijn als ze merken naar wie we toe gaan. Zo, dus ze gingen dineren bij onze hoofdcommissaris. Nou ja, het was waarschijnlijk al lang afgesproken. En tenslotte hoeft hij ons niet te vertellen wie die ontvangt. Nog iets anders over Holden? Niets anders dan we verwacht hadden, inspecteur. Holden en ook Bembridge hebben een uitstekende reputatie. Ze betalen hun rekeningen altijd prompt. Geen schulden, ze gokken niet. Alleen... Wat alleen? Holdens vrouw. Duur paardje op stal. Ze heeft rekeningen uitstaan bij 3 verschillende modemagazijnen. Over de 100 pond elk. Maar het schijnt dat Holden met regelmatige tussenpozen betaalt. Een paar 100 pond lijkt me niet bepaald een probleem voor een man in zijn positie. Verder? Johnson zit tot over zijn oren in de schuld. De bakker, de slager, de kruidenier, de melkboer, noemt u maar op. Maar hij heeft de laatste tijd niks betaald. Toch kan ik niet geloven dat ik op het verkeerde spoor zit. Jij hebt nog iets, Bember. Ik zie het in je ogen. Bembridge is intiem bevriend, heel intiem zelfs, met Ellen March, de manager van het King's Arms Hotel. Ga door. March heeft overal schulden, zelfs bij zijn boekmaker, 200 pond. En die heeft hij een paar dagen geleden betaald. Hij heeft ook nog andere schulden betaald. Daar hebben we het begin waar we naar zoeken, Bember.
Hoe zijn de biefstukken in King's Arms? Ontstellend duur, inspecteur. Nou, ga er dan een van de duurste eten, Bamber. Misschien verzoent dat je er dan uiteindelijk mee dat je bij de politie bent terechtgekomen. Is het gesmaakt, Molia? Voortreffelijk. U kunt uw manager zeggen dat ik nog zelden zo goed gegeten heb. Ah, dat zal meneer Mars genoeg doen. Meneer Mars? Ellen Mars? U kent de patroon? Nou, kennen niet. Maar ik heb wel het een en ander over hem gehoord. Ah, u bedoelt waarschijnlijk dat hij het leven nogal behoorlijk opneemt, hè? Speciaal wat de vrouwtjes betreft. Ze laten me niet met rust, meneer. Ze maken het me zo moeilijk. Dat kan kostbaar zijn. Dat kan het zeker. Bij de rennen komt hij zeker ook graag, is niet? Een vaste bezoeker, meneer. Helaas zet hij altijd op de verliezer. U had, meen ik, op de rekening gevraagd, meneer. Ja. Alsjeblieft. De rest is voor u. Hartelijk dank, meneer. De rechter ziet. Ik zal nog wat meer informaties moeten hebben om dit bedrag waar te zijn. Laten we even verder kijken. Waar is de barportier? Beneden, meneer Leenson. Dank u. Ach, het spijt me, met die kwalijk. Dat is erg onhandig van me. Ik zal u even helpen. Nee, laat u maar. Het is niets, meneer. Ik heb dat beroerde schoolbord al 2 maal omver gelopen. Dat staat hier bijna nooit, ziet u. Alleen als er iets bijzonders aangekondigd moet worden. Zo. Jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging van Vluchtelingen Stalag 4. Ja, dat is morgen, meneer. Brave kerels en dapper ook. Ze zijn stuk voor stuk op de een of andere manier uit Duitsland gevlucht. Ze zaten gevangen in het kamp Stalag 4. Ach, die kunnen verhalen vertellen, meneer, nou dat verzeker ik u. Daar twijfel ik niet aan. Maar je zou een dergelijke bijeenkomst niet in dit hotel verwachten. Dat zit zo, meneer. Er zijn maar 40 leden en één van hen is meneer Marsh. Het is dus logisch dat ze hier een jaarlijks diner krijgen. De voorzitter is ook iemand van hier. Hij werkt op de Citibank. Meneer Bembridge. Misschien kent u hem? Nee, geloof ik niet. Wat die heeft doorgemaakt, daar zijn geen woorden voor, meneer. Dat kan ik me indenken. Ach, zou u misschien even een taxi voor me willen bestellen? Ja, natuurlijk, meneer. Die verdraaide regen houdt maar niet op. 8 pond en 10 shilling is geen kleinigheid, Bamber. Maar ik begin een lijn te zien naar wat je me verteld hebt. Daar hoopte ik op, inspecteur. U vraagt u waarschijnlijk af wat die beide heren tijdens hun Duitse gevangenschap voor talenten ontplooit hebben. Wat zou je zeggen van vervalsingen van papieren, diefstal, inbraak en insluiping? Allemaal bijzonder nuttige en gewaardeerde zaken toen dit hier de Duitsers ging. Ja, dan zou we een heel eind zijn. Het lijkt me niet onverstandig eens wat informaties in te winnen bij het oorlogsdocumentatiecentrum. Jammer genoeg zullen we daarmee tot morgenochtend moeten wachten. Ik geloof echt niet dat ik vanavond kan komen, Ellen. Onzin, je moet komen. Maar ik ben helemaal uit mijn doen. Ik kan hem een ander het voorzitterschap niet eens voor 1 keertje van me overnemen. Vanavond zeker niet. De mensen zouden zich van alles in hun hoofd halen. Morgen ga je met vakantie, Ronald. Die ene avond kan er toch nog wel bij. Hè? Bovendien zal het je goed doen weer eens tussen de jongens te zitten. Haal je er even uit. Kun je geen excuus voor me bedenken? Nee, schijn nou uit met de gezamenlijk. Je bent vanavond hier en daarmee uit. Ja, kom. Drink nog eens wat. Hè? Komt allemaal best in orde, Ronald. Dat zul je zien. 8:15. Waar blijven ze nou? Ik heb ze toch gezegd dat het dringend was? Het is meer dan 25 jaar geleden, inspecteur. Ze hebben heel wat na te snuffelen. En zo'n haast hebben we nou ook weer niet. March is in zijn hotel en Bembridge is thuis om zich voor te bereiden voor de bijeenkomst. Heb je verder nog bijzonderheden? Vanmiddag hebben March en Bembridge samen geluncht. Hij is geen behoorlijk de kluts kwijt te zijn. Denkt u dat hij de benen gaat nemen? Ik wou dat hij deed. Het zou de zaak voor ons in zekere zin gemakkelijker maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij niets doet zonder March. En March is een harde noot om te kraken. Eindelijk. Hallo. Ja, met Ames. Ga door. Talentvol hier.
tijdens de oorlog bijzonder te waarderen, maar nu minder. En Mart? Heel interessant. Nee, dat is alles wat ik weten wou. Bedankt en tot ziens. Precies wat we dachten, Bamber. Bambridge zat in de oorlog zwaar in het verzet en ontwikkelde zich tot een meesterlijk vervalser van papieren, documenten en geld. Hij heeft de Duitsers compleet in de luren gelegd. Dat is het dan? Ja, maar er is nog iets. Bambridge was ook nog een meester in het verdonkere manen van belangrijke zaken. Die knaap aan de telefoon zei dat ze bepaalde dingen pas hebben teruggevonden toen ze Stalag 4 met de grond gelijk hadden gemaakt. En wij moeten om iets te kunnen bewijzen de matrijzen hebben. Hoe raad je het zo? En wat wisten ze van Marge? Zijn talenten lagen op een ander vlak. Sloot en brandkasten. Als we Bambridge niet breken, bereiken we niks. Eens even kijken, het is nou bij 8:30. Dat diner begint niet voor 9:00. We kunnen 2 dingen doen, Bamber. Meteen naar zijn huis gaan, of straks naar het King's Arms Hotel. Gaan we naar zijn huis en is hij al weg, dan kan iemand Marge waarschuwen. Zodat we bot vangen als we daarna naar het hotel gaan. Dus straks rechtstreeks naar het hotel. Er zal niet veel anders op zitten. Al ontketenen we daarmee natuurlijk wel een hoop trammeland. In elk geval moeten we hem te spreken zien te krijgen zonder dat Marge het in de gaten heeft. Trommel de overvalwagen maar vast op. Goedenavond, portier. Goedenavond, heren. Ik had u geloof ik al eens eerder gezien. Dat klopt. Toen ik dat bord met de aankondiging voor het feest van de ex-gevangenen omschopte. Ach ja, natuurlijk. Nu hebben we uw hulp nodig, portier. Meneer hier moet de voorzitter van de bijeenkomst dringend spreken. Heel dringend. Het is ook voor hemzelf van het grootste belang. Ja, dat is onmogelijk, heren. Het diner begint direct. Ik kan de voorzitter zomaar niet wegroepen. Toch is het noodzakelijk, portier. En u moet het heel discreet doen, zonder dat iemand het merkt. Hier, dit is voor u. Oh, dank u wel, meneer. Wie kan ik dan zeggen dat... Zegt u alleen maar dat u een minuutje naar de hal moet komen. Ik zal mijn best doen, meneer. Ik ben benieuwd hoe Bambridge reageert. Ik heb namelijk zo'n vermoeden dat die zenuwen van hem voor een belangrijk deel gespeeld zijn. Tijdens de oorlog schijnt hij alles behalve nerveus te zijn geweest. Maar hij heeft in het kamp een heleboel meegemaakt. Daar kan hij best neurotisch van geworden zijn. Dan zal hij wel groen om zijn neus worden als hij ons ziet. Wie moet mij zo dringend spreken? Grote genade. We hadden u niet verwacht, meneer Holden. We dachten dat meneer Bambridge de voorzitter was. Dat is hij ook. Ik vervang hem alleen. Hij voelde zich niet goed. Kunnen we hem thuis vinden? Lijkt me wel waarschijnlijk. Hij zal wel aan het pakken zijn. Morgen gaat hij een beetje vakantie houden in Spanje, geloof ik. Maar u moet me niet kwalijk nemen. Ik kan binnen niet gemist worden. Tot ziens, heren. Ja, het is natuurlijk ook mogelijk dat hij vanavond al vertrokken is. Thuis is hij niet. Jackson, die ik op post heb gezet, rapporteert dat hij hem het huis heeft zien verlaten. Op weg naar het hotel, dachten wij. Tja, maar in werkelijkheid naar London Airport. Dat is maar 9 mijl. Dus je kan op je vingers natellen dat hij al in het vliegtuig zit. En Marge? Die vangen we niet. Onze enige hoop is Bambridge. Laten we maar terug gaan naar de wagen. Wat denkt u van Holden, inspecteur? Ik weet het niet meer. Als lid van die vereniging moet hij op de hoogte zijn geweest van Bambridge's talenten. En hij moet hem dus wel verdacht hebben. Maar tegen ons heeft hij daar geen woord over gezegd. Waarschijnlijk omdat hij doodsbang is bij een schandaal betrokken te raken dat hem kan schaden in zijn carrière. Ik denk dat vooral zijn vrouw daarachter zit. Die zoekt zorgvuldig de beste relaties uit. Ja, je kan gelijk hebben. Maar het is ook mogelijk dat Bambridge en Marge hem er op een handige manier bij betrokken hebben. Dank u, ik zal de boodschap overbrengen. Over en uit. Oh, inspecteur. Er is net een boodschap voor u doorgekomen. En? Een paar vissers hebben een kwartier geleden het lichaam van Bambridge uit de Theems gehaald. Hij is dood. Is de
maken een ruïne van Pembridge Flat, inspecteur. De enige manier om te vinden wat we zoeken. De matrijzen. Maar ik hoop dat ze niet vinden. Een boodschap van Valentine, inspecteur. Hij gelooft niet dat het zin heeft om nog verder te zoeken. Naar zijn mening bevinden de matrijzen zich hier niet. Zeg meneer Valentine dan maar dat hij zijn destructiepeloton naar huis passeert. Ik zal de boodschap overbrengen, inspecteur. Het ziet er daar binnen inderdaad wel naar uit dat er een troep olifant doorgetrokken is. Waarom hoopt u dat ze de matrijzen niet zouden vinden? Omdat we op Pembridge geen vat meer hebben die dood is. Ik wou ze graag bij ze medeplichtigen vinden. Ze moeten tevoorschijn komen. Misschien hebben ze ze vernietigd? Nee, daarvoor is dit een veel te voordelig zaakje. Zonder de overval op de auto van die bank hadden ze jaren kunnen doorgaan. Die matrijzen zijn goed verborgen. Zelf vinden we ze waarschijnlijk niet. Wat moeten we dan doen? Jij gaat terug naar de King's Arms met een briefje van mij voor meneer March. Intussen ga ik nog even een bezoekje brengen. Eames? Mag ik binnenkomen, meneer Holden? Het is wel laat. Als het niet belangrijk was, zou ik u op dit uur ook niet lastigvallen. Komt u daar maar binnen. Hier rechts graag. Drinkt u ook een whisky? Graag. Zonder soda. U had iets belangrijks, zei u? Ja. En iets dat u waarschijnlijk ook zal schokken. Meneer Bembridge is dood. Dood? Verdronken in de Theems. Spijt me. Ontzettend. Hij was jarenlang mijn naaste medewerker. U moet zich voorbereiden op nog een schok, meneer Holden. Bembridge was verantwoordelijk voor de verwisseling van de afgekeurde bankbiljetten en maakte de falsificaties. Ik geloof dat ik nog een whisky nodig heb. U ook? Dat lijkt me wel goed, ja. Het is ongelooflijk. Vlak onder mijn neus. Ik wil eerlijk zijn, inspecteur. Van het begin af aan heb ik me zorgen gemaakt over deze affaire. Ik kende Beveridge al sinds de oorlogsjaren. Ik wist dat hij een knap graveur was. Waarom hebt u me dat niet verteld? Het misplaatste loyaliteit waarschijnlijk. We waren vrienden. Ik mocht hem bijzonder graag. Hij was een eenzaam man zonder enige familie. Ik wilde eenvoudig niet geloven dat hij hierbij betrokken was. Is hij vermoord? Dat is nog niet vastgesteld. Maar het is mogelijk dat zijn medeplichtige hem uitgeschakeld heeft. Misschien vanwege de verdeling van het geld. Had hij dan een medeplichtige? Natuurlijk. Een man kan zoiets nooit alleen opknappen. En ik ben ervan overtuigd dat de clichés en de matrijzen in het bezit van die medeplichtige zijn. In Bembridge Flat hebben we ze ondanks een grondig onderzoek niet gevonden. Ja. U zult wel gelijk hebben, inspecteur. Het spreekt vanzelf dat ik heel Townsend binnenste buiten keer om dat materiaal te vinden. En ik zal het vinden. Daar kan die medeplichtige verzekerd van zijn. Ik begrijp het. Spijt me dat ik u zo laat nog heb moeten lastigvallen. Maar ik vond wel dat u het een en ander moest weten. Ik dank u voor uw moed. Ik zal u uitlaten. Jou heeft hij toch niet kunnen ontmoeten? Nou, dan zie je wel, hij komt heus. Apropos, lieve zoon, wie weet waar de wijs en angel heeft, loopt nooit met een te korte broek. Het fundament van het leven is de levensbeschouwing. Denk je dat iemand die voor je vaststellen kan? Ja, vader, oom Jaros. Poesje, maar hoor je dat? Oh, daar stil nou eens. Lieve Hugo, zonder hand kun je geen vuist maken. Daarom heeft je vader vandaag gevraagd. Maar vraag maar aan je vader wie hij hier gevraagd heeft. Vader, wie heeft u hier vandaag gevraagd? Collega Calabis. Maar vraag maar aan je moeder wie collega Calabis is. Moeder, wie is collega Calabis? Een vroegere schoolvriend van je vader.
Maar vraag maar aan je vader wat hij vroeger als jongen met collega Calebis heeft uitgevoerd. Vader, wat heb je vroeger als jongen met collega Calebis uitgevoerd? Luiten je gegooid. Bij rijke boeren. Ja, en vraag maar aan je moeder wat collega Calebis nu is. Moeder, wat is collega Calebis nu? Adjunct-directeur. En je vader heeft hem gevraagd... om met jou te komen schaken. En je bij die gelegenheid... te vertellen... zuiver als informatie... hoe je iets in het leven... begrijp je wel? Geen heks gaat in bad zonder halsband. Of heb jij ooit gezien dat een NATO-officier Griesbeer niet bij de grutter haalt? Nee, nooit, vader. Zie je? Je kunt geen waterbonte pakken zonder een ganzenveer. En waarom? Wanneer in de loop van de geschiedenis de verschillende standen van plaats verwisselen, blijft alleen de middenstand onveranderd in het middenstand. En juist daarom, lieve zoon, voegt de middenstand de historie tot een samenhangend geheel. De belangrijkste tijdperken in de geschiedenis zijn dan ook die tijdperken die kunnen steunen op de middenstand. En hun ideaal in handen van de middenstand kunnen leggen, zodat die ze kan koesteren als zijn eigendom. En ze door kan geven aan volgende generaties. Geen tijdperk kan bestaan zonder de middenstand, terwijl de middenstand, onafhankelijk van welk tijdperk ook, kan bestaan. En zelfs zonder een tijdperk. En het enige land... Hoe laat is het? En het enige land dat geen middenstand nodig heeft, is Japan. Omdat alleen daar genoeg Japanners zijn zonder middenstand. Maar Japan... Hoe laat is het? 5 uur. Maar Japan... Ja, wat wil dit ook weer zeggen over Japan? U wilde zeggen dat als we niet tijdig de historische taak van de middenstand erkennen, de Japanners, die geen middenstand nodig hebben, zullen komen om de hele middenstand op te rollen en naar Japan te sturen. En als Calebis nou eens niet komt? Precies, Hugo, precies. En hoop maar dat je die verschrikkelijke dag niet hoeft te beleven. Belde daar iemand? Al dat doe open. Telegram voor u. Telegram? Telegram? Lees voor. Beste Oltzig, ik kan niet komen. Ik moet vanavond naar het tuinfeest van de liquidatieafdeling. Het spijt me, maar ik hoop dat we elkaar een andere keer ontmoeten. Hartelijke groet, Franta Calebis. Hij komt niet, dat betekent ons einde. Moschijn en niemand houdt van ons. Maar doe niet meteen zo hysterisch, Olda. Als hij niet bij Hugo komt, gaat Hugo dan naar hem toe. Ja, maar heen. Naar het tuinfeest. Hugo, je das, je jasje. Maar ik was nog even bezig. Hoor je dat, Pochetta? Hij was nog even bezig. Ik heb de adder zo lang gevoed tot de kruik brak. Oom Jaros moest het horen. Even bezig als het om het lot van een mens gaat, om de toekomst van de familie. Oh, dat is te... Misschien dat mij van nut kan zijn. Dan stel ik me uiteraard direct met u in verbinding. Dank u. Welterusten. Meneer Holden. Welterusten, inspecteur. Jeffrey. Elze. Heb je alles gehoord? Ja. Afschuwelijk. Ik ben er kapot van. Wie kan Ronald vermoord hebben, Jeffrey? Ik weet het niet, Elze. Ik heb er geen idee van. Arme Bembridge. Misschien had je toch gelijk. En stond hij aan de rand van de zelfmoord. Hier is Rode Pieter 1 voor Rode Pieter 2. Iets te melden? Nog niet. Er is nog bijna niemand het hotel in of uit gegaan. Ben u iets bijzonders? Al het personeel is nou in de bank. Maar die is nog niet open. Holden is er ook. Wat mij betreft zou er nou worden... Een ogenblikje. Ik geloof dat het gaat gebeuren. March komt het hotel uit. Hij heeft een aktentas in de hand. Hij kijkt rond. Verwacht vast niet. Het is niet gezegd dat hij de matrijzen bij zich heeft. Hij kan ze wel ergens gaan ophalen. In orde. Dan ga ik nu achter hem aan. Ik houd je op de hoogte. Over en uit. Wat ga je doen? Moeten we Bembe dan niet helpen? Nee. We laten dit helemaal aan hem over. Dat heeft hij wel verdiend na zijn moeite. En voor mij zit er toch geen promotie meer in. Nou, dat is heel sportief van u, inspecteur. Hier is Rode Pieter 2 voor Rode Pieter 1. Ga je gang, brigadier. Maar het schijnt naar de binnenstad te gaan.
Nee. Blijf hem volgen. Ik blijf voorlopig bij de bank. Ik heb zo'n idee dat ik weet waar hij naartoe gaat. Over en uit. Oh, de bank is intussen open gegaan. Ja. Nou zeg, die daar, inspecteur, in die lange broek en die trui, dat is niet gek, hè? Mm. Alles erop en erop. Ze heeft haast ook. Tja, waarom heb je anders zo'n dure sportwagen? Ja. Dat is een leuke vrouw, hè? Goedemorgen, mevrouw Holden. Goedemorgen, meneer Johnson. Mijn man zou een pakje voor me klaarleggen. Dat heeft hij gedaan, mevrouw. Ik heb het apart gelegd. Hier is het. Bedankt, meneer John. Nou, daar blijft Bember. Mag wel eens wat laten weten waar hij zit. Verdraait die wagen daar aan de overkant. Mars komt eruit. En hij gaat de bank in. En daar heb je Bember ook. Vlug, eruit. Was dit het idee dat u had, inspecteur? Precies. Die matrijzen zijn natuurlijk al die tijd in een kluis van de bank geweest. Kun je een veilige plaats denken? En nu haalt Maud ze weg. Zodra die eruit komt, pikken we hem. Zou ik er even door mogen, heren? Ik wou graag naar mijn auto. Natuurlijk, mevrouw. Ga je gang. Dank u. Daar komt Maud aan. Inspecteur Ames, meneer March, wilt u zo vriendelijk zijn uw achtertas open te doen? Wat krijgen we nou? Waarom? We kunnen ook naar het bureau gaan, als u het liever hebt. Ik ga helemaal niet naar het bureau. Laat me hem terust, man, en handen thuis, alsjeblieft, hè? Hier. Hier, zie je het? Zie je het goed? Er zit niks in. Ik heb net de ontvangsten van mijn hotel naar de bank gebracht. Dat doe ik elke zaterdagmorgen. Wat betekent dit eigenlijk allemaal? Die vrouw, inspecteur. Die vrouw die ons net passeerde, dat was mevrouw Holden, hè? Ik herken dat het niet direct, want ik heb maar een glimp van haar gezien die avond toen ze met Holden naar de hoofdcommissaris reed. Maar ik weet het zeker, ze is het. Het spijt me, meneer March. Ik zal het u later wel verklaren. Dat is u geraden ook. Vooruit, Bember. Achter de raam. Anders mis je er nog. Hier is Rode Pieter 2 voor Rode Pieter 1. We rijden over Colliers Road in de richting van de stuwdam van Velp. We zien de wagen van mevrouw Holden niet, maar ze kan geen andere richting uit zijn. Over. Hou je koers. We maken een draai over het Duke's Avenue. En Redmond Street. Over 7 minuten kunnen we bij je zijn bij de stuurdam. Waarschijnlijk wil ze zich daar van de matrijs ontdoen. Over en uit. We zijn nu vlak bij de stuurdam, inspecteur. Ja, daar is ze. Ze loopt in de richting van het inspectieplatform. Ik ga er achterna. Gaat u maar op en geeft u mij uw tas. Nee, Bember! Doet u niet zo kwaad, mevrouw Holden. Bember, kunnen jullie het redden? Laat me los! Oh, jawel, inspecteur. Nee! Neemt u de tas maar. Alles zit erin. Laat blijven! Komt u maar mee, mevrouw Holden. Spijt me bijzonder, meneer Wells, maar we moeten uw aanvraag afwijzen. Ik weet het. Maar er wordt op het ogenblik bijzondere voorzichtigheid van ons verlangd wat de kredietverlening betreft. Onder andere omstandigheden zou het misschien gaan, maar het is nu absoluut onmogelijk. Ja, tot ziens. Winnaar. Elze. Ik kan er niks aan doen, Jeff. Ik kan er niks aan doen. Wilt u ons volgen, meneer Holden? Ja, ik ga met u mee. Maar één ding wil ik u zeggen. Met de dood van Bembridge heb ik niets te maken. Ik heb hem niet vermoord. Ik moet hem geloven, inspecteur. Hij zou iemand niet kunnen vermoorden. Ik ken hem dan. Ik weet dat uw man het niet gedaan heeft. Bembridge pleegde zelfmoord. Zo. Dus u beschouwde mij als de medeplichtige van Bembridge. Dan had u het lelijk mis, zei inspecteur. Ik mag dan niet zo'n brave jongen zijn. Maar voor zoiets trekken ze me niet. En wat gebeurt er dan met de Holdens? Holden beweert dat zijn vrouw van niks wist. Ik geloof hem niet, maar ik kan het tegendeel niet bewijzen. Dus zal zij de dans wel ontspringen. Wat Holden zelf betreft, als hij het bankpapier teruggeeft, zullen ze hem niet te zwaar aanpakken. Ten slotte heeft hij de vervalsingen niet gepleegd en geen vals bankpapier uitgegeven. Hij bepraat de zaak nu met zijn advocaat. Stommeling. Ik hoop dat hij er goed afkomt. En natuurlijk helpt hem allemaal als hij zijn straf erop heeft zitten. Onze Stalag 4-vereniging laat hem zeker niet in de steek.
Dat is bijzonder menslievend, meneer Maats. Ach, we weten tenslotte allemaal wat het betekent om in de gevangenis te zitten, hè? Alsjeblieft, meneer. Uw rekening. Zeg, Bember, moet je eens even kijken. Alle mensen, dat is niet mis. Zolang je zulke prijzen berekent, hoef je ook geen bank te beroven. Afgekeurde bankbiljetten door Leslie Darben. Nederlandse bewerking. Rolverdeling. Inspecteur Eames, Frans Somers. Brigadier Bember, Paul van der Lek. Jeffrey Holden, Willy Ruys. Mrs. Holden, Corrie van der Linde. Ronald Bembridge, Jan Borkers. Alan March, Bert Dijkstra. Sam, Tony Voletta. Joe, Jos van Turenhout. Tom Evans, Jan Wechter. Johnson, Donald en Marcas. Ruth Wharton, Paula Major. Boekmakers Klerk, Bob Verstraten. Gregson, Floor Koen. Technische realisatie Herman van der Lely. Assistentie Leo Jansen. Regie Harry Bronk.